Belangrijke beginselen van onze samenleving zijn in de grondwet vastgelegd. Het functioneren van onze democratie en het kunnen uitoefenen van grondrechten zijn zaken die iedere Nederlander aangaan. Hoewel de grondwet 150 jaar oud is, is de inhoud actueel. Daarom herdenken en vieren wij dat in 1848 Thorbecke deze grondwet aanbood aan het Nederlandse volk. Bravo! Op allerlei manieren en door velerlei mensen is de grondwet dit jaar aan de orde gesteld. Een omvangrijk en divers programma. In totaal ruim 80 gebeurtenissen en bijeenkomsten. Het belangrijkste motief was om niet zozeer de grondwet zelf, als wel het grondwetsidee actief over het voetlicht te brengen bij een breed publiek. En ook met vooral professionals een discussie te starten over de toekomst van de grondwet. Wetende hoeveel er verandert om ons heen. Ik hoef het niet te noemen, maar iedereen weet het. Europa, informatietechnologie en een multiculturele samenleving. Dat waren de belangrijkste motieven. Een nevenmotief was om hier binnen het departement voor de medewerkers toch de rode draad van ons werk, het staatsrechtelijk denken, om dat nog eens een keer goed over het voetlicht te brengen en ook als een soort bindende factor te gebruiken voor het departement. Nou, voor mij is heel bepalend of in de kring van politiek en bestuur in eerste instantie die discussie nu voortgaat. Ik weet dat er bijvoorbeeld Kamerleden zeer geïnteresseerd zijn in die vraag of deze grondwet op deze manier in de 21ste eeuw stand houdt. Er waren heel veel hoogtepunten. Als je me echt laat kiezen, zijn er twee die overblijven. Dat was op 5 mei datgene wat er gebeurde in het Vredespaleis, waarbij de toespraak van ambassadeur Niehaus zeer emotioneel en zeer doorwrocht was. En de brieven die Van Ulsen voordroeg van Thorbecke, vond ik één hoogtepunt. En het tweede was Pampus, waar de jongeren een week lang de laatste dagen storm en regen doorstaan hebbend een grondwet hebben gemaakt in glasheldere taal, op een manier die fascinerend en emotioneel was. Ik voel wel dat, laat ik ook daar er één element uithalen, dat de enorme snelle en zeer doordringende invloed van de informatietechnologie ons voor de vraag stelt: hoe handhaaf je, bewaak je de grondwet op internet, om het nou maar eens kort door de bocht te zetten. Dat is een puzzel, een netwerk zonder grenzen, terwijl wij een grondwet hebben binnen de grenzen van onze staat. In het begin van het jaar vond in het gebouw van de Raad van State in Den Haag een debat plaats tussen minister Dijkstal en een groep 12-jarige Amsterdamse schoolkinderen. Is dat wij op Binnenlandse Zaken en ik ook als minister die grondwet heel belangrijk vind. En dat we dit jaar willen gebruiken om allerlei discussies over die grondwet een beetje los te krijgen. En ons ook te Wat hebben kinderen aan de grondwet? Wat zijn hun rechten? Het waren voor hen in elk geval geen abstracte vragen. Ze wisten wel wat ze wilden. Nu is het vanaf 12 jaar of 13 mag je een krantenwijk beginnen. Maar dan is het eigenlijk veel gevaarlijker dan dat je bij je vader op je werk bijvoorbeeld een machine helpt te maken of zo. Ja, jij wil nog wat zeggen? Heel veel mensen die werkloos zijn. En dus dan is het moeilijk. Dan, die mensen die wonen in een eentje meestal. En die kunnen dan al helemaal niks meer verdienen. Alleen een uitkering. En kinderen die krijgen van hun ouders al geld. En zo hebben we het ook een heleboel jaren kunnen redden. Dus ik denk, het is wel goed als er banen vrij zijn of zo. Dan is het wel goed voor ons. Ze spraken verder over het recht op werken. Het recht op speelruimte in de buurt. Het recht op serieus genomen te worden. En het recht op veiligheid. Als een heuse popster deelde minister Dijkstal tot besluit zijn handtekening uit. Niet alleen met kinderen is gedebatteerd over onze grondrechten en onze democratie, ook met bestuurders, politici, wetenschappers en andere geïnteresseerden. Zo omvatte het Respublica-programma een aantal debatten en publiekscolleges in de Bali en werd in elke provinciehoofdstad een debat gehouden. 5 mei, bevrijdingsdag. Dit jaar ook de dag van de grondwet.
In samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het Nationaal Comité 4 en 5 mei werd het ochtendprogramma rondom het Vredespaleis georganiseerd. In de middag was er de afsluiting van het Respublica-programma in de Ridderzaal en 's avonds een ballet van Jiri Kilian over de grondrechten. In de tuin van het Vredespaleis vond het startschot van de Bevrijdingsdag plaats. Rondom het Vredespaleis werd het thema Vrijheid vraagt ieder stem op allerlei manieren uitgebeeld, onder meer door een aantal koren. Binnen in het Vredespaleis werd op wat plechtiger wijze stilgestaan bij 150 jaar grondwet en de betekenis van de vrijheid voor onze samenleving. 1998, het jaar waarin we de 150ste verjaardag van de grondwetsherziening van 1848 vieren. De verjaardag van de grondwet zoals die er nu is. Grondrechten. Wat zijn dat nou eigenlijk? Voordat de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Niehaus over zijn beleving van vrijheid ging spreken, vertolkte Henk van Ulze Thorbecke. Het was een lange dag. Tijdens de vergadering bereikte ons het bericht, mijn liefje, dat nu ook in Berlijn ongeregeldheden zijn uitgebroken en dat de koning van Pruisen voor de volksopstand is gezwicht door zijn soldaten uit de hoofdstad terug te roepen. Natuurlijk dreigde het boze nieuws ook onze bespreking te verstoren. Te meer omdat het de laatste avonden ook hier in Den Haag onrustig is geweest, veel onguur volk op de been. Maar goed, juist daarom mogen we ons niet laten afleiden, mijn hartje. Op ons rust de taak een grondwet te voltooien, die als het ware de letter vormt van een nieuwe orde. Haast is geboden, daar ben ik van overtuigd. Vrijheid is geen abstracte begrip. Het is die concrete bron en voorwaarde voor vrije keuze. Wie niet vrij is, nie, kan niet kiezen. Nie. En wie niet kan kiezen, nie, is geen mens, nie, maar een dier. Of nog erger, een machine. Met name in de tweede helft van het jaar hebben veel organisaties aandacht geschonken aan 150 jaar grondwet. Bijzonder was de al eerder in dit jaar plaatsgevonden uitreiking van de postzegel Drieluik. Uitgereikt ter gelegenheid van 350 jaar Vrede van Münster, 150 jaar grondwet en 50 jaar universele verklaring van de rechten van de mens. De link tussen grondrechten en mensenrechten is evident. Vandaar dat staatssecretaris Gijs de Vries bij de afsluiting van 50 jaar universele verklaring van de rechten van de mens een toespraak hield. Intussen heeft zich ook een derde generatie grondrechten in de discussie aangediend. De zogenaamde collectieve rechten of solidariteitsrechten. Rechten die samenhangen met de emancipatie van de gekoloniseerde wereld en van onderdrukte bevolkingsgroepen. Daarbij wordt dan gedacht aan een recht op vrede of een recht op ontwikkeling, op humanitaire assistentie en dergelijke. Niet alleen de reikwijdte van de grondrechtenbescherming wordt ter discussie gesteld, maar ook de subjecten, de dragers van grondrechten, worden vandaag de dag onder de loep genomen. En dan wordt de vraag gesteld of niet ook aan dieren en aan ecosystemen fundamentele grondrechten zouden moeten worden toegekend. Uiteraard blijft kritiek op deze ontwikkelingen niet achterwege. En dan wordt wel betoogd dat dergelijke derde generatie rechten zonder enige rechtswerking niet alleen betekenisloos zouden zijn,
maar ook een contraproductief effect zouden kunnen hebben op de mensenrechtengedachte en dat zij dus ook het respect voor de rechten van de mens in de praktijk zouden kunnen doen afnemen. Vandaag is er geen tijd om al te diep op deze discussie in te gaan. Wel acht ik het van belang om ten aanzien van de roep om nieuwe fundamentele grondrechten, maar ook bij de herziening van bestaande grondrechten, scherp in het oog te houden wat de betekenis en de essentie van grondrechten is en wat de positivering van het recht in termen van rechtswerking kan betekenen. Ook jongeren deden mee aan 150 jaar grondwet. Hun mening telt immers evenzeer. De normen en waarden in de grondwet bepalen ook hun leven. Vooral gedurende die week in augustus, op het anders verlaten eiland Pampus. Waar ging die dans net over, die jullie met z'n tweeën deed? Criminaliteit en discriminatie. Eerst stonden we daar zo ja, een beetje bekvechten, naar elkaar te kijken, middelvinger opsteken bijvoorbeeld en zo. En toen ja, begonnen we te vechten, zoals je kan, zo klappen uitdelen en dit. En toen zaten we hier zo en dan zitten we hier over na te denken wat we eigenlijk aan het doen zijn. Ja. En toen is ons, ja, toen dachten wij, het is niks, dus laten we gewoon vrienden blijven. Het is veel beter dan elkaar slaan en grote bek geven en zo. Minister Van Boksel onthulde het monument dat de jongeren hadden gemaakt. En wat vrijheid, maar ook gebondenheid symboliseert. Nou, ik zal je eerst zeggen wat mij overkwam. Ik zag vanochtend in de Volkskrant een artikeltje. En daar stond één zo'n grondrecht in, zoiets van, nou, ze hebben iets bedacht in rijmvorm. En toen dacht ik, nou, ik ben benieuwd, is dat alles? Maar jullie zijn erin geslaagd om veel meer te doen dan alleen maar die 7 grondrechten te worden. Jullie hebben namelijk ook een vorm erbij gekozen die het tastbaar maakte, die het visueel maakte. En dat is heel indringend. De jongere activiteiten werden op 28 november in het gebouw van de Tweede Kamer afgesloten. De voorzitter van de Tweede Kamer, Jeltje van Nieuwenhoven, volgde hier met de heer Van Tijn met belangstelling het programma. De presentaties van de inzendingen over de grondwetcompetitie over muziek, fotografie, verhalen of modeontwerp oogsten bewondering. Als er geen grondwetters zijn, zal alles door elkaar lopen. Oranje en paars. Brigitte, kom op, applaus! Op 14 december vond de afsluiting plaats van het grondwetjaar. Op verschillende manieren kwamen de resultaten van het hele jaar aan bod. Ik zie zoveel excellenties en zoveel geleerden dat ik dacht dat het met dames en heren wel het beste afgedekt was. U bent hier in de oude vergaderzaal. En... Er werden diverse prijzen uitgereikt, waaronder die van de grondwetstrijd. Ik ben groot genoeg namens de gehele jury. De prijs voor de grondwetstrijd 1998 toe te kennen aan de vakgroep Staats- en Bestuursrecht. Heeft besloten in 1998 de Thorbeckeprijs toe te kennen aan het Tweede Kamerlid Paul Rozenmuller. Fractievoorzitter van GroenLinks.
Minister Peper kreeg twee boeken aangeboden over de historische en actuele betekenis van de grondwet. In zijn slotwoord kondigde minister Peper het Forum voor Democratische Ontwikkeling aan. Een forum voor het debat over onze democratie en over normen en waarden van onze samenleving. Als vervolg op de viering van 150 jaar grondwet. Ik heb voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Forum voor Democratische Ontwikkeling. Wij zullen het forum voorzien van vragen op het gebied, wij met z'n allen, op het gebied van de democratische ontwikkeling, want daarvan hebben we er veel, veel van die vragen. Is dit niet een bijzonder compliment, zeg ik, aan degenen die zich zo hebben ingespannen aan het einde van dit 150 jaar grondwetviering, namelijk dat er meer vragen zijn, meer levende vragen zijn, betrekking hebben op de democratie dan voorheen. Een democratie, dames en heren, die vitaal is, is nieuwsgierig, moet het hebben van nieuwsgierige burgers. Die nieuwsgierigheid bevorderen is het doel van het Forum voor Democratische Ontwikkeling. Dank u wel.